Voorzitter, dankjewel. Ja, 54 brieven, allemaal afkomstig uit het tijdperk van de Burg. Dat is natuurlijk een tijdperk dat Ja 21 liever achter ons laat. Maar het is een hele goede zaak dat er weer een commissiedebat is met een volle zaal. Het is lang geleden. We gaan een nieuwe start maken op het asieldossier. Dat is het goede nieuws. En ik moet ook zeggen, de minister heeft in haar eerste week een aantal goede stappen gezet. Ik noemde de bed, bad en brood actie, de grenscontroles mogelijkerwijs ingevoerd, ook net als in Duitsland. Haar terechte kritiek op het procedure stapelen en de erkenning dat we met een asielcrisis te maken hebben. Voorzitter, toch zijn er ook zaken waar JA21 zich zorgen over maakt. En misschien is wel de meest urgente kwestie de spreidingswet. Of beter gezegd het intrekken daarvan. Wij hameren er al maanden op. We kunnen geen dag langer wachten met het intrekken van de dwangwet. De tijd dringt namelijk. Op dit moment zitten gemeenten en provincies aan regietafels waar ze door het Rijk gedwongen zullen worden om een verdeling te gaan maken voor een ongekend aantal extra opvangplekken. En op 1 november moeten die stukken volgens de wet uw kant op worden gestuurd, waarna u op 1 januari een verdeelbesluit zult nemen. Per provincie wordt vastgesteld dat en welke aantallen er worden verdeeld over de provincies. Wij afschuwen en verafschuwen dat al vanaf het begin af aan. En wij waarschuwen ook. En dat hebben we met tal van moties gedaan. Maar ik begrijp nog steeds dat het kabinet meer heil ziet in het incorporeren van deze intrekkingswet, zeg maar, in de asielcrisiswet. Maar dat duurt dus heel erg lang. En daarom een paar heldere vragen aan minister Faber. Waarom blijft het intrekken van de spreidingswet onderdeel maken van een ingewikkelde asielcrisiswet, terwijl de spreidingswet met een vrij eenvoudige beslissing heel snel kan worden ingetrokken? 2. Erkent mevrouw Faber dat de tijd enorm dringt om de spreidingswet in te trekken? Gaat het wel lukken voor 1 november? 3. Als dat nou niet lukt, dan krijgt u dus de uitkomsten van de regietafels op uw bureau. Gaat u daar dan de verdeelbesluiten voor tekenen? Gaan we dat echt meemaken dat de minister van de PVV haar handtekening gaat zetten onder gedwongen opvang van 10.000 asielzoekers in Nederland? En als er gemeenten zijn die voet bij stuk houden en opvang weigeren, waardoor de provinciale opgave niet wordt gehaald, gaat u dan die gemeente in het verdeelbesluit toch dwingen om ze alsnog tot asielopvang te dwingen? Voorzitter, de toekomst van Nederland ligt natuurlijk eigenlijk niet in Nederland. Wij zeggen altijd asielopvang ja, bescherming ja, maar dat hoeft niet in Nederland. We hebben 2 moties daarvoor aangenomen gekregen. Het zijn zogenaamde moties Denemarken. De ene zegt, ga nou werk maken van de outsourcing van onze asielprocedure buiten de Europese Unie. En de andere zegt, stel een rapporteur aan. Die gaat kijken naar welke landen geschikt zijn, net als Denemarken dat heeft gedaan, voor die opvang buiten de Unie. Gaat u nou in tegenstelling tot uw voorganger, mevrouw Faber, actief uitvoering geven aan deze 2 belangrijke moties? Voorzitter, wij willen graag weten hoe de minister instaat in het verhaal rond de huisvesting van statushouders. Die drukt namelijk ook zwaar op gemeentes. En het is goed dat in het hoofdlijnakkoord is opgenomen dat er een verbod komt op het met voorrang weggeven van sociale huurwoningen aan statushouders. Steun. Maar zo'n verbod is natuurlijk alleen uitvoerbaar wanneer u ook de wettelijke taakstellingen gaat schrappen. Want u kunt natuurlijk niet aan de ene kant zeggen gemeenten geen voorrang, maar aan de andere kant wel wettelijk blijven verplicht om grote groepen statushouders te huisvesten. Graag hier vast een reactie op voordat wij programmastukken zien aanstaande vrijdag. Voorzitter, dan kom ik bij toch even het probleem van de informatie. Er zijn tegenvallende cijfers onder de pet gehouden, zeg ik dan maar, vanuit Ter Apel. Dat vind ik vrij ernstig. Dat vreet denk ik wel aan het vertrouwen dat mensen hebben in een kabinet. Probleemgevallen moet je ook benoemen, daar moet je open over zijn. Ik denk dat eigenlijk links en rechts wel wordt gedeeld. Dat geldt ook voor jaar 21. Wij vinden het niet goed dat er cijfers niet worden gepubliceerd als ze niet wel gevallig zijn. Wie ook maar de scepter zwaait. En dat geldt dus ook voor probleemasielzoekers. Wij weten, er is een top X-lijst. Die is jullie gepubliceerd. 1000 probleemasielzoekers zijn er in Nederland. Dat wordt elke maand samengesteld. Klopt het nou dat die cijfers nog steeds wel worden gepubliceerd? Dat zijn zwaar overlastgevende asielzoekers binnen propvolle AZC-locaties. 37.000 incidenten hebben we het dan over totaal. Dus dat is echt best veel. Er zit ook minder ernstig tussen, maar er zitten zeker weten ook fysiek agressieve asielzoekers bij. Kortom, die top X-lijst wordt die gewoon netjes gepubliceerd en niet onder de pet gehouden. Tot slot, voorzitter, rond ik af met Aalbergen. Als er nou 1 dorp in Nederland eigenlijk symbool staat voor het verdere asielbeleid van het vorige kabinet, dan is het wel Aalbergen, u weet wel, Oost-Nederland. Een gemeenschap die helemaal ontwricht werd door het besluit over hun hoofd heen. Door de staatssecretaris werd een oud hotel opgekocht en het mes op de keel gezet voor een aantal 100 asielzoekers. Dat heeft diepe sporen achtergelaten in het dorp. En het was dus een besluit op valse gronden, zeg ik er maar bij. Want het was bedoeld voor een acuut tekort aan opvang. En uiteindelijk pas nu,
ik moet zeggen, volgende week komen de eerste asielzoekers daar wonen. Kortom, 2 jaar later. Dus zo acuut was die situatie helemaal niet. 2 vragen, en dan sluit ik echt af, voorzitter. Erkent de minister dat vorig kabinet dit nooit zo had mogen doen? En 2, bent u bereid om het leed daar nou te verzachten door zorg te dragen voor een harde, juridische bindende einddatum? En dan zou ik zeggen 2032. Voorzitter, dank u wel. Dank aan de heer Eerdmans. We gaan verder met de heer Boomswaver, NSC. Dank u.